De MAT 64 was het meest voorkomende Nederlandse treintype ooit. 246 treinstellen waren twee wagenstellen, genaamd de Plan V. Ik ben Ridder en dit is de laatste aflevering van De Vergeten Plan V's. In 2015 waren er een heel aantal acties om zoveel mogelijk Plan V's alsnog te bewaren. De 962 en 964 zijn gecombineerd. Deze waren bedoeld om een restaurant te worden in Oosterwijk. Dat plan was mislukt, want men had de juiste vergunningen niet. In plaats daarvan werd de treinstel neergezet bij Amsterdam Lelylaan station, om daar omgebouwd te worden tot restaurant, maar ook dat plan mislukte omdat de eigenaar failliet raakte voordat hij het restaurant had kunnen openen. Gelukkig betekende al deze tegenslagen niet het einde van de treinstel. Het staat sinds 2018 in Enschede bij Throne Safety Campus, die zo aardig waren om mij het terrein op te laten na een afspraak. De fietsencoupé is voorzien van metalen muren, omdat hier elektrische fietsen expres kortsluiting krijgen en brand veroorzaken, als brandweermannen leren te blussen. De 964 was de ene laatste MAT 64 ooit gebouwd in november 1976 door Talbot in Aken. En het waren alle vergeten Plan V's. En heb je nou een van de treinstellen gemist? Of je bent ze vergeten? Dan is hier een mooie afspeellijst waarmee je alle afleveringen nog een keer terug kan zien. Tot de volgende keer!